Teeny bopper is our newborn king, And the beat goes on, and the beat goes on. Drums keep pounding a rhythm to the brain. La-di-da-di-dee, la-di-da-di-da. Wat kan ik hierover vertellen? Ja, ik kwam op een gegeven moment met die lick, kwam ik aan. Emiel de tekst, die zong er wat overheen. Moest nog een refreintje hebben. En Peter Schön die zei van, wat vind je hiervan? Read between the lines. En klaar. Ja, dus zo is het ontstaan. Het was eigenlijk vrij snel. Steeds gedraaid, dus het is niet een klassieker is het. Gewoon altijd op de achtergrond heb ik mijn best gedaan. Dus, en daar ben ik heel blij om. En dat werpt nog steeds de vrucht af. Dus door middel van de Sena. Je hoort mij niet klagen. Nou ja, in zoverre, ik zou wel wat willen spelen. Ik heb één keer in de Kuip gedaan. Het was nog een keer, was ik niet bij. Eén keer heb ik in de Kuip gestaan. Dat was te gek. Los Vastbind was ook te gek. Het was één groot feest. Echt waar. Dus toen kwamen we op het lumineuze idee om, jongens, als we nou vrijdag gaan repeteren, dan kunnen we gewoon lekker naar het hotel en een beetje lekker slapen en dan zijn we zaterdag een beetje fit. Nou, we hebben geen hotel gezien hoor, we waren er wel op vrijdag, maar we hebben geen hotel gezien verder. Werd uitgenodigd door Sjors om op die plaat te komen spelen. Niet weet Anouk, wie is Anouk? Wie is dat? Ze was toen 18 of 19 geloof ik, weet ik veel. Heel jong. Heel jong. Ja. Grote, mag ik dat zeggen? Staat die microfoon aan? Hij staat helemaal aan, 100% tot jouw beschikking. Ja. Grote muil, mag ik het zo maar zeggen. Lekker haaks. Gitaristen waren per definitie al uitschot, dat was het noodzakelijke kwaad, was dat. Maar we gingen dus spelen en zij zong alles van het begin tot het eind mee en mijn bek viel open, dat was echt helemaal te gek.
times that I made you scream, for the times that I killed your dreams, for the times that I made your whole world rumble, for the times that I made you cry, for the times that I told you lies, for the times that I watched and let you stumble. It's too bad, but that's me. What goes around comes around, you'll see. Power kwam eruit, dat is waarschijnlijk ook, want we speelden gewoon met z'n drieën, met Hans Eikenaar en Michel Verschie en ikzelf, en zij zong daarbij. Nou, Elvis is dus de band Quarter to Midnight geworden en dat ging toch wel gepaard met wat veranderingen. Een nieuwe liedzanger neemt sowieso als zijn eigen ideeën mee over de invulling van liedjes. Wij hadden toen de tijd een hele leuke band met eigen werk. En onze liedzanger die is een jaar geleden uit de band gestapt. En toen hebben we een nieuwe liedzanger kunnen vinden na een half jaar zoeken. En daardoor kregen we een ander bandgeluid en ook een andere bandnaam genomen. Dus we hebben een aantal liedjes van de vorige band hebben we behouden, maar in een totaal andere stijl gespeeld. De sound is een stuk steviger geworden. Onze nieuwe zanger Freddy die bracht toch wel wat rockelementen mee. Karen en ik hebben nu samen een bandje en dat heet Cover Lover. Wij hebben een geschiedenis van al jarenlang samen in bandjes te spelen. Coverbandjes, bandjes met eigen werk. En op een gegeven moment, als je zeg maar wel eens uitgaat en je komt ergens een kroeg binnen en er staat een duootje te spelen, dachten we steeds van nou, dat is toch wel heel erg leuk. Here comes the sun. Here comes the sun. And I say, it's all right. Wij zitten 14 september op het Strandhoffestival in Rijswijk. En dan krijgen we Klaasina Veen. Dat is 28 september in de Corner. Dan krijgen we 5 oktober het Polfest. Dat is in de Bagijnenstraat in Den Haag. Nou, wat je zegt, hij zat bij mijn moeder op zangles. En ik zat toen op de Kleinkunstacademie. Dus mijn moeder stelde hem aan mij voor. En hij had een liedje over voor een zanger. En die heeft dat uiteindelijk niet uitgevoerd. Waarom weet ik niet meer. En hij zocht dus iemand. En zo, echt zo heel toevallig is dat gegaan. Dus dat liedje hebben we toen samen in zitten studeren. Hij kwam steeds met een gitaartje oefenen.
En dat was dus Everybody's Day. En dat hebben we in Londen opgenomen. Toen ging iedereen naar Londen. En dan kon je ook zeggen dat in Londen de Pye Studios was opgenomen, hè? De Pye Studios, dat was wat. Daar kwamen de Kings bijvoorbeeld vandaan, die namen erop, de ja, Pye Studios. Ja. Marian Faithful, ja, dan noem dat was naam toen het ook. Voorbeeld. En daarna de derde single, die deed het helemaal niet. Die kwam helemaal niet meer de top 40 in. En toen heeft het management besloten om ander materiaal te... September 12, right here in front of the Waverly. But unfortunately, I lost his address. He was last seen with his friend, a drummer he resembles George Harrison of the Beatles. And he would... Nou, ik was in die tijd wel erg, het kwam erg op me af. Het kwam vanuit het niets, had je ineens een hit en heel veel belangstelling. Ik kroop wel heel graag in mijn schulp, hoor, toen. And the beat goes on. And the beat goes on. Hij zat in trio Thijs van Leer toen ik hem leerde kennen. En dat was mijn begeleidingsgroep. En hij heeft inderdaad met Ramse Shaffi in het Shaffi Theater. Daarna is hij uit focus gegaan. Bij de eerste hit. Ja, dochter, jullie dochter, was op een gegeven moment al heel snel in de drumschool te vinden. En dat was haar passie ook, drummen. Ja, de drumschool hadden we aan huis. Nog steeds trouwens. Dus heeft het heel jong is ermee begonnen. Echt les van alle goede leraren die we hadden. Nou ja, de leraren überhaupt altijd wel goed, maar... Nog een leuk dingetje om te delen met jullie is het feit dat hier een hele trotse mama zit. Dochter Cheyenne die speelt in Sommieux. Zij drumt en zij zingt. Ik heb een paar moeilijke maanden gehad en daar ben ik wel eens bijna weer overheen. Juist omdat ik het moeilijk had, dan in mijn geval schrijf ik dan de mooiste liedjes. En, niet dat ik wil zeggen dat het heel slecht met me moet gaan om een mooi liedje te schrijven, liever niet. And the beat goes on. In het begin heb ik gepresenteerd, maar later alleen maar de productie gedaan. En ik had iemand jonger uitgezocht die voor de presentatie, Patricio Reyes, was een bekende disjockey bij een bekend radiostation. En die heeft toen de programma's elkaar gepraat. Ik heb wel de productie ervan gedaan, dus ik bepaalde ook welke artiesten erop traden, welke clips er werden uitgezonden. En bijna in ieder programma, het was een muziekprogramma op vrijdagavond, werd uitgezonden door Televisión Nacional de Chile, de nationale Chileense tv. En dat ging door het hele land eruit. Nou, je weet, het is bijna 8000 kilometer lang. En dat was wel heel leuk om dat op vrijdagavond te doen in primetime. En ik heb ook bijna in ieder programma, ik had een eigen groep toen. En als we dan geen video ervan hadden en ik had zo'n ballet à la Penny de Jager, hetzelfde wat zit. Het was een soort top-op. Ja, maar dan top 30, de top 30. En die stelde ik zelf samen met wat cijfers van platenmaatschappijen daar. Maar dan zong ik ook één of twee liedjes in mijn eigen programma. Día para recordar que esta vez serán dos. Hemos invitado a Peter Cook y a María. A lo que fuiste y lo que serás. A tus secretos y tu intimidad. A tu pasado soñador. A tu presente junto a mí. A la vida, al amor, a la noche, al calor, a ese niño que es tuyo y mío,
es el sol que vendrá y nos reflejará esa flor que seremos tú y yo. Esta noche en exclusiva, un dúo, Gabriela y Peter Cook, acompañado del grupo Top 30, lugar número 19. Ja, we hebben demo's opgenomen en de bedoeling was, om heel eerlijk te zijn, om wat samen te gaan doen met liedjes van mij. En die heb ik toen, jij bent toen met me meegegaan naar Volendam voor de eerste keer, daar hebben we het ontmoet. Heb ik die liedjes voorgezongen bij haar op de bank en daar was ze erg enthousiast over. Maar door omstandigheden is er op dit moment nog niet van gekomen om echt dingen samen te gaan doen, want ze wil toch wel iets meer de Nederlandse kant op, dus Nederlandstalige liedjes. Over de Chapman Stick. Ja. Dat je dus een piano-achtige techniek kon spelen op snaren, op een bas en een snaren en een gitaar tegelijk. Chapman Stick is ook een. Oorspronkelijk was het de Chapman Stick. En dat is ook een merk. Emma Chapman. En destijds was er maar één zo'n type instrument. Er waren nog wel wat andere fabrikanten die wat deden, maar dat was wel de bekendste. En nu zijn er meerdere fabrikanten. Dus dit is eigenlijk wel erop gebaseerd. Maar dat is door een Duitser. Meneer Sigge Bramsik, die heeft dit ontworpen. En dat wordt bij Music Marketing van Duitsland ook gemaakt. I don't know what you do, but you do it.